Hogeveen TV wordt mede mogelijk gemaakt door de Zuidema Groep, Adviesgroep Mulderijverzekeringen, Danny Schilderwerken, Drukkerij Ballast en Hilbrink, Volksgroothandel Hogeveen, Nijenhuis Uitzendbureau, Hogeveen Mannenmode, A28 Personeel en Opleidingen, ING, Tankstation Klok, Albert Heijn Overijn en de Businessclub Hogeveen. Ja, Nico Haak, dit is de nekslag. Ja, 100%. Dit is echt de nekslag en die is onszelf verwijtbaar. Ja, zelfverwijtbaar. Verkleinaar? Nou, ja, voor mij hoeven we daar niet zo heel ingewikkeld over te doen. Als je de wedstrijd gewoon ziet, en dat zul jij in de samenvatting ook doen, dan verliezen wij bij de 0-1 op een hele knullige manier de bal. Dan is ons centrum totaal niet bij de les. We worden aan alle kanten voorbij gelopen. Weet je, dan denk je dat gebeurt één keer. Maar als je kijkt naar de afgelopen weken en hoe vaak dat benoemd is en in het doordekken en hoe we dat willen hebben. Ja, en dat wordt gewoon consequent weer niet uitgevoerd. Ja, en dan krijg je iedere keer de deksel op je neus en Kjeld schijnt dat maar niet te begrijpen. En weet je, dan krijg je wat je verdient en dat gebeurt hem 3 minuten later gewoon keurig nog een keer. Ja, en dan besluit je toch maar gelijk alles een beetje om te zetten en liever om maar terug te halen? Nou ja, weet je, je kan heel naïef met daar 2 blijven spelen. Maar als dat zo aan God wordt gespeeld en het wordt 0-3, dan is die wedstrijd voorbij. Dus je moet ergens repareren. Nou, dat hebben we gedaan. Dus dan moet je weer terug naar 3 centraal tegen 2 van hun. Nou, toen kregen we wel iets meer balans. Met name balans in dat elke kant er niet meer gevaarlijk was. Verandering op het veld was er niet echt, want wij hadden voornamelijk de bal zonder dat we heel veel creëren. Ik denk dat we maar 1 echte kans hebben gecreëerd met aan de rechterkant door met Kriekjes, die de bal te hard voor de goal lang speelt met Van Dijk. Of waar Livon misschien wel een sliding had moeten maken om die te harde bal toch in de goal te spelen. Daarna hebben we wat halve afstandsschoten gehad, ja, dat levert ook niks op. En dan word je voor rust, krijg je volgens mij een panel, blijf je nog in de wedstrijd, dus dan is het 1-2 in de rust. Ja, en dan denk ik van, ik denk Hogeveen gaat het nog wel winnen. Weet je, dat vertrouwen hadden wij ook. Volgens mij hebben die jongens daar ook voor gestreden. Maak je heel snel eigenlijk 2-2. Volgens mij na een kwartier, 20 minuten, heb je nog 25 minuten om erom te spelen. Toen had ik echt het idee dat zij er klaar voor waren. Veel jongens naar de grond, veel blessurebehandelingen. Uiteraard doen ze dat ook om het tempo uit de wedstrijd te halen. Ja, als je dan nogmaals, ik val niet heel vaak spelers af, maar ga het nu wel benoemen. Als je dan als Kjeld Engbers zo dom bent om 2 gele kaarten te pakken. De eerste pak je in overtal, trek je iemand ondersteboven. Omdat je daar ook weer wordt weggelopen, terwijl Livon dat gewoon voor je kan oplossen. En daarna pak je ook nog een gele kaart, terwijl de bal uit het veld is. Ja, dan vermoord je gewoon je eigen ploeg. En dat heeft hij gedaan. Terwijl je het laatste inderdaad nog een aantal minuten had, hè? Weet je, uiteindelijk speel je volgens mij nog 10, 12 minuten 10 tegen 11. Maar ja, omdat je gewoon niet meer 11 tegen 11 op het veld staat, is het oppakken van de tweede bal is moeilijker. Omdat je veel mensen voor de bal hebt staan. Ook je stootkracht in de eindfase is met 1 gereduceerd, want hij is er niet meer. Ja, en uiteindelijk, doordat die ruimtes groter worden, het was warm, wordt ook hun omschakelmoment wordt steeds gevaarlijker. Ja, dat vind ik echt ongelooflijk dom. Dat je in deze fase op zo'n manier 2 gele kaarten pakt. Ja, dat is echt onbegrijpelijk. Ja. Daarvoor trouwens, in die fase na die 2-2, creëerde eigenlijk ook weinig. Het was een beetje vergelijkbaar met die eerste helft. Dat moet een tegenval zijn geweest. Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens. Want volgens mij zijn we zeker 5-6 keer aan de rechterkant de 16 ingedoken met Noah. En dan moet je gewoon een goede bal voor de goal lang spelen. Of terugtrekken op de penaltystip, of misschien nog verder terugtrekken op de 16. Ja, wij hebben al die ballen hebben wij keurig bij een Alcide-speler in de voeten gespeeld. Ja, waar we in het normaal niveau daar echt wel een goal uit maken. Maar dat hebben we niet gedaan. Nee. Nou goed, de strijd lijkt dus wel gestreden. TUGB, dat gaat wel kampioen worden. En daarna de focus op de na-competitie. En dat betreft is het denk ik wel lekker dat je vorige week wel gemerkt hebt dat je er op een gegeven moment ook in deze fase wel weer kunt staan. Jawel, maar dat is het probleem ook niet. Alleen, kijk, het probleem is steeds als het er echt om moet gaan, dat wij het blijkbaar niet voor elkaar krijgen om thuis te geven. De kwaliteit? Nou, dat denk ik niet, want die jongens die kunnen het wel. Maar, dat heb ik al vaker gezegd, het echt spelen met het mes tussen je tanden, bij een paar jongens ben ik dat wel kwijt. En dat is niet dat ik dat nu voor de camera even moet zeggen om leeg te lopen, maar dat is iets wat intern al weken bespreekbaar is geweest.
Blijkbaar leg ik het of niet goed uit, of ze snappen het nog niet zo goed, Gerrio. Aflopen ze op hun tenen? Ja, jij hebt ze vorige week zien spelen. Dat leek niet echt op tenen lopen. Hey, waren andere omstandigheden misschien? Welke? Minder warm. Ja, maar ja, weet je, de TUGB heeft het ook warm, hè? En die kunnen het ook opbrengen. Hè? En Alcides kon het vandaag ook opbrengen. Waarom zouden wij dat niet? Ja, maar ik denk dan met name ook een beetje aan het conditionele verhaal, hè, wat we eerder al over gehad hebben. Waarvan we toch gezegd hebben van ja, het is niet zoals het eerder was. Nou ja, dat is vind ik een ja en nee. Eén, denk ik, als je vorige week ons tempo hebt gezien, dat dat echt meer dan fit was. Als ik kijk naar enkele individuen, dan denk ik dat die naast het voetbal er een iets verkeerde levensstijl op nahouden. Weet je, het blijft amateurvoetbal, je kan het benoemen. Als zij dat niet kunnen opbrengen, dan ben je blijkbaar niet goed genoeg om voor de titel te spelen. Nu anderhalve week de kop even leegmaken? Nou, blijven gewoon trainen. Je moet in ritme blijven. En anders worden we helemaal niet fit. Dus dan krijg ik hem over 2 weken nog een keer voor me kiezen. We moeten gewoon blijven trainen. En we moeten 3 goede wedstrijden spelen om een beetje de flow de 16e of de nacompetitie in te gaan. En dan, dan gaan we het zien.